zijn hier vandaag voor de tweede etappe. Deze etappe brengt ons van Drachten naar Grauw. Hopelijk loopt deze etappe beter af dan die vorige etappe, want die was vroegtijdig gestaakt. We nemen je mee voor een complete sfeerimpressie van de hele dag. De boot werkt weer zo te zien. Ja, we hebben een nachtje en een dagje gewerkt en alles is terug in orde blijkbaar. Ja, we zijn hier nu bij de sluis, bij de Noordersluis. Hier wordt de wedstrijd geneutraliseerd. Alle boten komen in de sluis en wachten op elkaar. Daarna wordt de race weer vervolgd. We gaan ondertussen even bij de mensen langs, deelnemers, om te vragen van hoe het er nu toe gaat. Daarna gaan we lekker verder. We hebben onze draagvleugels gedemonteerd, omdat we nu door een stukje heen gaan waarin de afgelopen decennia niet zoveel boten zijn geweest. Hey, wat doe je daar in het water? Ja, ik zorg ervoor dat de boten veilig over de drempel van de sluis kunnen komen. Hoe spannend is de race? Heel spannend. Dat we vandaag allebei elkaar heel erg in de kielzog hebben gevaren eigenlijk. En dat we eigenlijk allebei nog niet weten wie nou eerder was. Gerard, die spanning, hoe zit dat tussen jullie twee? Ja, er is nu spanning, want we hebben nu gewoon een rit goed gevaren. En het is super dicht bij elkaar. Dus ja, dit is waar je voor komt. Dit is een strijd die zo mooi beslecht wordt op het water. Dus hier hebben we aardigheid aan. Ja, we hebben eindelijk een etappe helemaal kunnen uitvaren. Er waren wat problemen bij een sluis. Dat leverde gewoon wat vertraging op. In de T-klasse is het ontzettend spannend. We hebben de twee leiders al aan het woord gezien net. Ja, morgen wordt het gewoon net zo spannend. Dus kijk morgen gewoon weer.